Goeiedag allemaal, shalom aleichem. Welkom bij een nieuwe aflevering in de serie over de grammatica van Weingreen. We zijn toe aan paragraaf 55 en straks oefening 21 van Weingreen. We komen toe aan de hifil. De hifil is een stamformatie die is afgeleid van de kal. De kal bijvoorbeeld gadal, hij was groot. Door de toevoeging van een he, een preformatief, een prefix he, en door het verlengen tot een i-klank van de laatste lettergreep, met meestal ook plene geschreven, dus met een j als leesmoeder geschreven, vormen wij hikdiel. En hikdiel heeft dan de speciale betekenis van een causatief formatie, dus het is he. Deed groot zijn of hij maakte groot. Bijvoorbeeld Malach, Malach, hij regeerde. Daarvan kun je maken de hifil himlich. Hij deed regeren of hij stelde tot koning aan. Gadal hikdil, Malach himlich. Die gaat verder met een behoorlijke regelmatigheid. Kijk maar naar het perfectum. Daar is hij te herkennen aan die karakteristieke jot en de gierekke uitgang aan het eind. En uiteraard aan de he die ervoor staat. Dan is het wel nodig dat je begrijpt dat die he dus niet een andere betekenis heeft. Bijvoorbeeld vraagpartikel of lidwoord, etc. Zo moet je hem wel kunnen herkennen. Hikdiel, hikdila. Zij heeft groot gemaakt. Hikdalta, hikdalt, jij hebt groot gemaakt. Hikdalti, ik heb groot gemaakt. Hikdilu, hikdaltem, hikdalten, hikdalnu. De betekenissen en de suffixen hier in het perfectum. De suffixconfiguratie zijn dus helemaal regelmatig. Datzelfde werkt met malach en himlich dan. Op vergelijkbare wijze, himlich, himlicha. Himlachta, himlacht, himlachti, himlichu, pardon. Ik moet er steeds aan wennen dat Weingreen opent met die derde persoon in plaats van de eerste persoon. Goed, himlichu, himlachtem, himlachten. Merk op dat hier dan die patach komt. Dat is hier ook het geval. Dus dat je niet himlichtem gaat zeggen, maar himlachtem. De korte lettergreep, die girek, die treedt terug en wordt een patach. En tenslotte him lachnu. Hoe zit dat nou met de prefixconfiguratie? Nou, daar is die i-klank die zo typerend is voor de suffixconfiguratie, voor het perfectum dus. Dat is een patach geworden, een a-klank geworden. En dat gaat dus als volgt uitwerken. Jakdiel, hij zal groot maken. Takdiel, takdiel. Jij zult groot maken. Zij zal groot maken. Is hetzelfde als jij zult groot maken. Ook dat is in de kal heel normaal. Takdili. Voor een vrouw. Jij zult groot maken. Akdil. Jakdilu. Takdeelna. Dat is helemaal wat vreemd. Dat hier plotseling het seré opduikt. Maar de patach blijft hier kenmerken. Takdeelna. Takdeelna. Dilu, takdeelna, nakdil, wij zullen groot maken. Merk dus wel op dat hier wat kleine veranderingen zitten, wat kleine onregelmatigheden, zoals het optreden van die tseré. Geen echte onregelmatigheid, want het volgt gewoon de klankwetten. Hetzelfde met malach, jamlich, tamlich, tamlich, tamlichi. Amlich, jamlichu, tamlegna, tamlichu, tamlegna, namlich. Cohortatief, laat mij groot maken of ik zal zeker groot maken. Agdila, laat ons groot maken, wij zullen zeker groot maken. Nakdila. Yusif, jakdeel, de verkorte vorm namelijk van de prefixconfiguratie. Je zou je jakdiel kunnen verwachten, maar dan wordt hij verkort en dan is het jakdeel. Datzelfde zit hem dan in die waaf consecutivum vorm. Dat is Weingreen's grammaticale verklaring, de titel die hij geeft. Wij noemen dat altijd de narratief. Maar die gaat met de verkorte vorm van de prefixconfiguratie.
Dus gaat hij met Wajakdeel en niet met Wajakdiel. En datzelfde geldt dus voor de Yussif. Idem met Malach, met Himlich. Amlicha, laat mij regeren of ik zal zeker regeren. Namlicha, wij zullen zeker regeren of laat ons regeren. En dan weer die verkorte vorm in de Yussif is Jamleeg, laat hem regeren. Zoals gebruikelijk vinden we deze betekenissen niet alleen maar op grammaticale gronden, maar omdat we altijd lezen met of de zonde van editie, waar we geholpen worden in de voetnoten, of met een vertaling ernaast, omdat we geen taal, maar een tekst bestuderen, uiteindelijk. Weingreen is een aparte grammatica, omdat hij ons echt probeert om die taal te leren, vandaar ook die oefeningen vanuit het Engels naar het Hebreeuws. Maken we geen gebruik van, we hebben daar ons eigen plan voor. Nou hier, hakdeel, de imperatief, hakdili, hakdilu, hakdeel naar de imperatief van de hefiel. Jij moet groot maken. Lastig te herkennen, maar ja, dit moet je dan maar gewoon even goed tot je laten doordringen, zodat je het kunt herkennen. En vaak door de positie van de imperatief in de zin, is het zeker mogelijk om dat makkelijk te herkennen. Hamleeg, hamlichi, hamlichu, hamleegna. Participium, weer met die karakteristieke meem die we ook al hadden bij de PL, mekateel, weet je nog. Maar je kunt hem herkennen aan die jot. Je herkent hem aan het feit dat de tweede radicaal de dagesh houdt. Magdil, magdila, magdilim, magdilot. Mamlich, mamlicha, mamlichim, mamlichot. Infinitief is een hakdeel. Merk dus op, de infinitiefs en de imperatief zijn hetzelfde. Zien er exact hetzelfde uit. Ja, hakdeel in plaats van hikdeel, ook heel lastig. De infinitief constructus, qua vorm heel lastig. Maar plaatsing in de zin maakt het altijd duidelijk of we met een infinitief te maken hebben. Of er bijvoorbeeld staat le hakdeel, om groot te maken. Of dat we te maken hebben met die derde persoon mannelijk enkelvoud. Hier ook status absoluut is hamleeg, net zoals hakdeel, hamleeg en hamlieg, de status constructus. De aanwijzingen die Weingreen hierbij geeft, perfectum van de hifil wordt gevormd door het prefix he bij de wortel van het werkwoord, maar dan toch ook met de toevoeging van de jot en de i-klank. Imperfectum jamlieg is ontstaan uit je hamlieg, dus hamlieg zou dan de oorspronkelijke perfectum vorm moeten zijn. Jot ervoor, prefix ervoor. Is mij niet helemaal duidelijk hoe dat werkt, maar vooruit, dit is een aardige theorie. Imperatieven heeft ook de prefix he. Nou, de hifil is het enige deel van het regelmatige werkwoord die een verkorte vorm van het imperfectum heeft. Jamlieg wordt jamleeg in de Yussifus. Jakdiel wordt jakdeel. Ook in de Yussifus. De waf-consecutieve neemt altijd de verkorte vorm van het imperfectum. Ja, wij zeggen dan de narratief vorm. Ziet eruit als een waf-consecutieve met een prefixconfiguratie. Als die prefixconfiguratie in het werkwoord geen verkorte vorm heeft, dan kan er ook geen narratief worden gevormd dat er echt anders uitziet. Wajakdeel en niet wajakdeel, dus hieraan kun je dan zien dat we met een narratief te maken hebben. Wajamleeg en niet wajamlieg, opnieuw hebben we met een narratief te maken. Uiteraard als die waaf niet van een patach is voorzien, maar van een shawa, dan is er geen sprake van een waf consecutivum. En dan moeten we gewoon vertalen met en hij zal regeren. Geen verkorting van de eerste persoon, enkelvoud. Het is altijd wa'amlieg. Nou, dit is belangrijk, zegt hij. Wanneer we het tegenkomen, zullen we dat met hem eens zijn. Negatieve geboden, wanneer ze onmiddellijk in de situatie moeten worden uitgevoerd, of juist dat iets niet moet worden uitgevoerd, gaat met al en de verkorte vorm van het imperfectum. Dus al tamleeg, je moet nu niet regeren. De verkorte vorm van het imperfectum gaat samen met al. De lange vorm van het imperfectum
wordt gebruikt samen met lo om een permanente prohibitie, permanent verbod uit te drukken. Dus lo tamlich, jij zult nooit regeren. Nee, je zult nooit koning maken. Al tamlech, je zult nu niemand tot koning maken. Dus hier wordt dat verschil heel fraai en heel nadrukkelijk ook in de letters, de consonanten, uitgedrukt. Al tamlech, lo tamlich. Goed om te onthouden en een paar keer te bekijken. Er zijn werkwoorden die in de Hivul gevonden worden, maar waar geen kal meer bij bestaat. Bijvoorbeeld het werkwoord hishmid. Vernietigen, doen, vernietigd zijn. Meteen maar in 56 gaan we door met de passieve vorm, de hofhal. Hokdal, hokdela, hokdalta, hokdelu, nou, et cetera. Zo gaat hij helemaal door. Helemaal regelmatig. Waarop je moet letten is dus de he plus kamats. In een gesloten onbeklemtoon de lettergreep, hokdal. En dan is het dus een o-klank. Homlach, homlacha, homlachta, etc. Imperfectum, jokdal, tokdal, enzovoort. De rest gaat helemaal keurig door. Mokdal, lastig, want hier zou je aan muggadeel kunnen denken. Maar dat is het dus niet. Je zou ook aan de hifil kunnen denken, magdiel. Nee, dan moet er een jot staan. Mamlaag. Hier het, nee, momlaag. Hier moeten we even rekening houden met die o-klank. Vaak met een oe onder de meem. Dus moekdal of momlaag. Ja, dan wordt het helemaal lastig te herkennen. Daar zijn we niet blij mee. Infinitief is hokdeel. Dan komt iets erin weer terug. In de absolutus vorm. En ja, een status constructus blijkt er dus niet van te bestaan. Zo hebben we de hofval ook in hoofdlijnen even doorgenomen. En omdat de video nu al een aantal minuten oud is, doe ik nog alleen het werkwoord, de woordenschat, die hoort bij oefening 21. Shechem, Sichem, Kahal, vergadering, Begor, eerstgeborene, Ojev, vijand, Shalem. Ja, niet echt perfect, maar ook in vrede, in rust kan dat zijn. Shaul, Saul, Hikhil, samenbrengen. Als het iemand anders samenbrengen is, dan gebruiken we Hikhil. Als het jezelf vergaderen is, dan gebruiken we de Nifal. Dus Hifil voor iemand doen, samen zijn. En de intransitieve vorm Nifal, Nikhal, is voor samengebracht worden. Dus reflexief jezelf samenbrengen, jezelf vergaderen. Dergelijke onderscheidingen komen we ook alles wel tegen. Satar hier, histier, verbergen, doen, verborgen zijn. Setter is geheim of verborgenheid. Jezelf verbergen, in die reflexieve nifal, is dan nistar. Jezelf verbergen of verborgen zijn. En hier ook twee manieren om vernietigen uit te drukken met shagat en met shameet. Hishchit, doen, vergeefs zijn, ruïne maken. Hishmit, hetzelfde, met dezelfde betekenis, vernietigen. Dat is de grammatica van oefening 20. En dan gaan we in een volgende video ons bezighouden met oefening 21.